Allah subhanahu wa ta'ala zegt in Surat al-Baqarah, hoofdstuk 2 van de edele Koran, in vers 42 het volgende. En meng de waarheid niet met de onwaarheid en verberg de waarheid niet terwijl jullie het weten. Onze 11e imam, imam Hassan al-Askari alayhi salam, zegt het volgende over deze vers. Hij zegt dat deze vers gaat over de Joden in de tijd van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Er waren twee Joodse mannen bij de profeet en zij zeiden dat er een Mohammed en Ali zullen komen pas over 500 jaar. Dus de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei tegen hen, is de Torah een rechter tussen ons, dus een bewijsmateriaal tussen ons? Ze zeiden ja. De Joden begonnen versen uit de Torah voor te lezen, terwijl die er niet in staan. Dus ze begonnen hun eigen woorden voor te lezen. En ze hadden elk een geschrift in hun hand. Ze lazen voor, maar het stond er dus niet in. Ze verzonnen dingen zelf vanuit hun eigen mening. Vervolgens, Allah subhanahu wa ta'ala draaide dat geschrift om. En er kwam een slang met twee koppen. En die slang die beet in de hand met het geschrift erin van elk van deze Joden. En een boek, er waren meerdere boeken aanwezig in die ruimte. Een van die boeken die begon te spreken. En zei, deze straf zal niet stoppen totdat jullie vertellen over wat er over Mohammed en Ali is gezegd. Dus zij zeiden gelijk de verzen die over Mohammed en over Ali alayhum assalam gaat. En zij geloofden direct in het leiderschap van onze profeet en van Amir al-Mu'minin Imam Ali alayhi salam. Dit is een zeer opmerkelijk verhaal. Allah subhanahu wa ta'ala zegt ook in de edele Koran, terwijl jullie het weten. Hoeveel moslims vandaag de dag weten van het leiderschap van imam Ali alayhi salam, maar volgen er niet in. Koppigheid. Imam al-Askari alayhi salam maakt het ook duidelijk dat er mensen zijn die koppig zijn tegenover het leiderschap van imam Ali alayhi salam.